Het social media-platform X heeft de naam van Taylor Swift geblokkeerd voor zijn gebruikers. Wie op zondag naar de popster zocht, kreeg geen resultaten te zien, maar een foutmelding. De oorzaak van deze maatregel was lange tijd onduidelijk, maar Joe Benaroch, de chief operating officer van X, heeft uiteindelijk een verklaring gegeven aan het Amerikaanse tijdschrift Variety. Volgens Benaroch is de blokkade van de term Taylor Swift op X een voorlopige oplossing, die met veel zorg is genomen omdat ze veiligheid als een prioriteit beschouwen. De reden voor deze actie is dat er vorige week AI-gecreëerde naaktfoto's van Zwift op sociale media circuleerden. De zangeres zou razend zijn over de foto's die met kunstmatige intelligentie zijn gemaakt. Ook het veiligheidsteam van het voormalige Twitter reageerde op de kwestie. Ze zeiden dat het posten van beelden van naaktheid zonder toestemming, NCN, strikt verboden is op XN en dat ze een nul-tolerantiebeleid hebben ten opzichte van dit soort inhoud. Ze zeiden dat ze actief alle geïdentificeerde beelden verwijderen en geschikte acties ondernemen tegen de accounts die ze hebben geplaatst.